Ja, Johan Voskamp, ken je dat liedje van Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland? Ja, dat ken ik en misschien doe je daarmee op mij, maar ja, ik denk dat het wel meevalt en dat je in eerste instantie eerst naar jezelf moet kijken. En als je nou naar jezelf kijkt, welke conclusie kan je eruit trekken? Nou ja, dat het echt Excelsior ondermaats was en dat de weken daarvoor dat ik denk wel redelijk mijn niveau opgehaald. En ja, dat je zelf heel gretig en scherp moet zijn en ik denk dat het altijd het beste om eerst in de spiegel te kijken en dan naar anderen te kijken. Aan de andere kant, je hebt tegen Excelsior in elk geval niet heel veel bruikbare ballen gekregen. Zeker toen Deekman alleen op de keeper ging, dat jij erin moeten schieten normaal gesproken natuurlijk. Ja, goed, dat hebben we geanalyseerd uiteraard. En ja, ik denk dat Deekman zelf ook zag dat of hij moet hem zelf binnenknallen of hij moet hem beter breed leggen. Maar ja, ik denk dat hij ook maar één doel had en dat is om daar te winnen. Dat hadden we allemaal. En het is niet van, jongens, we gaan lekker heel weinig mooie aanvallen opzetten en we zien het wel. We hebben allemaal het doel om goed te voetballen, om veel kansen te creëren, om mij in stelling te brengen, om andere jongens in stelling te brengen. Ja, en helaas komt dat er nog niet echt uit. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ja, dat is altijd moeilijk om daar de vinger op te leggen. Ik denk dat het misschien met een stukje vertrouwen te maken heeft, met echt doorkomen aan die zijkanten. Dus ja, dat is lastig. We hebben het wel fases laten zien tegen VVV, tegen Os thuis. Tegen Volendam hebben we een aantal goede kansen gecreëerd, maar ja, al met al is het nog wat te weinig. Aan de andere kant, van de week hebben Cor Pot, Wiljan Vloed en de trainer Adrie Bogers met elkaar gesproken. Die hebben gezegd, er moeten dingen anders gaan de komende tijd. Heb je daar al iets van gemerkt? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik denk dat we de lijn die we hebben ingezet, dat we die blijven volgen. Welke lijn is dat? Nou ja, dat is met z'n allen één doel en dat is hard werken en proberen aanvallend voetbal te spelen en druk te zetten en kansen te creëren. En ondanks dat het er nog niet echt helemaal uitkomt, proberen we er toch aan te werken om dat wel eruit te laten komen. Ja, Vloed zei gisteren tegen mij, we hebben nog steeds volledig vertrouwen dat we met deze groep onze doelstelling gaan halen. Ja, deel jij dat ook, die mening? Ja, nou ja, kijk, het is duidelijk dat we het met deze groep gaan doen. En de transferdatum die is voorbij. Dus we gaan het met deze groep doen en dat is nog steeds de doelstelling om bij de eerste vijf te eindigen en om hopelijk promotie te bewerkstelligen. Maar is die goed genoeg, die groep? Want als je kijkt naar de aankopen van Vloed, daar is natuurlijk veel kritiek op, hè, dat weet je natuurlijk ook. Laten we zeggen, hij is niet heel gelukkig geweest in zijn aankopen. Nee, ja goed, ik weet niet welke aankopen van de voorgaande jaren was ik hier niet. Maar je hebt het wel gevolgd, want je bent ook een Spartaan. Ik heb het wel gevolgd, maar kijk, als je niet redt, als je niet promoveert, dan is er altijd kritiek. Zeker bij een club als Sparta. Dan moet je promoveren en als dat niet gebeurt, dan voldoende spelers niet. Dan is een trainer slecht, dan is een technisch directeur slecht, dan is alles slecht. En de spelers die dit jaar gehaald zijn, vind ik te kort door de bocht om daar nu al een oordeel over te vellen. Aan de andere kant, jij bent hier naartoe gegaan, mede voor de trainer, hè, voor Adrie Bogers. Is er wat minder kritiek op hem dan op de directeur hier. Kan je uitleggen waarom deze trainer nou een goede trainer is? Nou kijk, Adrie heeft heel veel verstand van het spelletje. En heeft een hele rustige en goede manier van communiceren naar de groep toe. En ik denk dat hij zeker heel veel verstand heeft van het spelletje en dat op ons over probeert te brengen. Nu zie ik niet alle trainingen. Andere journalist die meer trainingen ziet, die zei vandaag bijvoorbeeld, hij praat nu al heel veel met de spelers, anders dan voorgaande weken. Hij noemde jou ook een paar keren erbij, van waar moet je nou staan als aanvaller. Is dat nu anders? Is dat misschien een verandering na dat gesprek met Pot en Vloed? Nee, ja, ik merk dat niet zo, eerlijk gezegd. Ik heb het gevoel dat hij altijd met het team bezig is. En dat hij niet nu denkt na een gesprekje van, ik ga nu eens heel erg veel coachen en een overdreven gebaren staan maken. Hij wil het team beter maken en daarin ook de aanvallers proberen te helpen om goed druk te zetten. En wat kleine aanwijzingen kunnen daarbij helpen. Ja, ik heb wel het idee dat die rust die hij uitstraalt, dat bagatelliseren misschien wel een beetje, van jongen, het komt allemaal wel goed, maar we hebben tijd nodig, dat dat op den duur tegen hem kan gaan werken en ook tegen Sparta kan gaan werken. Heb jij dat ook? Ja, dat is altijd moeilijk. Kijk, iemands karakter kan je niet veranderen en het is een rustige trainer. Het is geen schreeuw lelijk die elke training iedereen helemaal verrot schuilt. Ik denk dat ook niet meer van deze tijd is. Dus ik denk dat het goed is dat hij de coach is die hij is. En daar gaan we het mee doen en daar hebben we ook vertrouwen in. Hebben jullie als spelersgroep ervan doordrongen dat mocht er, dat het nu echt die day is, dat het zaterdag echt moet gebeuren, mocht gebeurt dat niet, dan kan, op z'n Rotterdam gezegd, hier zomaar de pleuris uitbreken?
Ja, nou ja, kijk, dat weet je als je bij een club als Sparta speelt, dat er druk is. Zeker als er zo'n slecht gestart wordt. Ja, nou ja, kijk, het was niet goed de eerste 6 wedstrijden, daar moeten we allemaal eerlijk over zijn. En als je dan bij Almere uit moet spelen, ja, dan moet je winnen als Sparta zijn. En die druk is er altijd, alleen nu is die misschien iets meer omdat je al veel punten hebt verloren. Daar zijn jullie van doordrongen. Ja, natuurlijk. Ja, kijk, wij gaan er alles aan doen om daar te winnen. En dat willen we allemaal heel graag en dat moeten we ook wel gaan bereiken. Dat is alleen afgelopen maandag niet te zien, maar daar kan je niks over zeggen meer. Hè? Nee, inderdaad, het is voorbij en ik denk niet dat het onwil was of dat de jongens op 50% hebben gespeeld. Alleen, zou het dan kwaliteit zijn? Nou, het is denk ik een stukje kwaliteit ook, want we spelen allemaal op 100%. Dat heb ik die gasten in de kleedkamer horen zeggen. Iedereen kijkt in de spiegel daarin en iedereen geeft 100%. En dat heb ik maandag ook gedaan, alleen ik heb mijn niveau niet gehaald. En als je dan puur voor jezelf spreekt, dan valt dat tegen. Je kan niet elke week een 8 spelen. Nee, maar als het kwaliteit is en iedereen gaat 100% en je verliest van Excelsior en het voetbal is niet goed, dan kunnen de problemen nog zorgelijker worden. Ja, nou ja, dat zou moeten blijken de komende weken. Kijk, we hebben heus wel kwaliteit. Het is niet dat we geen kwaliteit hebben om van Excelsior te winnen. Ik bedoel, normaal gesproken moet je gezien de kwaliteit bij de eerste 5 meedoen. Ik denk niet dat je veel onder hoeft te doen voor heel veel clubs in de eerste divisie. Alleen het is wel zo, als er een aantal een mindere dag hebben, dus niet die 8 halen of niet eens een 7 of een 6, ja, dat het dan lastig wordt om te winnen.